Het is weer maandagavond 8 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van Opinie op Gof TV. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Suriname maakt zich gereed voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020. Op basis van onze grondwet is het uw democratisch recht uw stem uit te brengen. U als kiezer bent de spil waar het om draait, omdat u door het inbrengen van uw stem mee bepaalt wie Suriname op bestuurlijk en administratief niveau de komende periode zal leiden. De betrokken autoriteiten zullen, zoals de wet dat voorschrijft, er alles aan doen om de verkiezingen vlot en nauwkeurig te doen verlopen. Vanavond hebben wij de terzake deskundige, de heer Anton Paal, te gast. Onze gast voor vandaag is Anton Paal. Anton Paal is verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, namelijk bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken als beleidsadviseur. Op voornoemd ministerie is de heer Paal zijn loopbaan begonnen in het jaar 1968 in het district Koroni. Anton Paal was in 2000, 2010 en 2015 lid van de Nationale Assemblée. Meneer Paal is vanaf 1977 tot heden belast met het opschonen en bijhouden van de kiezerslijsten. Met uitzondering van het jaar 1996 en 2005 heeft meneer Paal altijd de leiding gehad bij het opschonen van kiezerslijsten. Dames en heren, Anton Paal. Welkom meneer Paal. We stellen het op prijs dat u tijd hebt vrijgemaakt om toch door de drukte heen ons te spreken. Welkom. Dank u wel. Suriname maakt zich klaar voor de stembusgang van 25 mei 2020. Als gevolg van de huidige COVID-19-pandemie zijn er bij de voorbereidingswerkzaamheden aanpassingen doorgevoerd. Zijn we klaar voor de verkiezingen van 25 mei 2020? Nou, ik denk dat wij zo goed en zo kwaad als het is gegaan, toch kan zeggen dat wij klaar zijn of klaar zullen zijn op 25 mei. Er zijn wat aanpassingen gedaan, ja. Noodzakelijke aanpassingen gedaan. En ik heb niet de indruk dat het niet goed zal verlopen. Wij zijn ready om op 25 mei te gaan stemmen. Ja. U heeft een jarenlange ervaring op het gebied van de verkiezingen. Denkt u dat de Surinamer of de Surinaamse burger bewust is van zijn of haar rol op 25 mei 2020? Nou, ik denk dat ze meer dan wij denken bewust zijn. Bijna iedereen in Suriname is een politicus. Als je nu kijkt, overal waar je komt, wordt er over politiek gesproken. Ja. En ik denk dat de burgers meer dan wij denken bewust zijn van hun positie binnen het geheel. Ja. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Als men het gevoel heeft dat de burgers misbruikt worden, dan is het wat zij zelf toelaten hoor. Ja. De mensen zijn veel slimmer dan we denken. Toch zijn er een aantal burgers die ervoor kiezen om niet naar de stembus te gaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat is hun keus. Als je kiest om niet naar de stembus te gaan, dan heb je gekozen dat andere mensen voor jou moeten bepalen. Dan moet je je mond houden in de komende 5 jaren. Als je niet hebt gestemd, dan betekent dat jij ook niet hebt geparticipeerd aan de besluitvorming om iemand te zetten. Ja. Je kan niet verbergen achter het niet stemmen van nou ik heb niet gestemd. Jij had de plicht om te gaan stemmen. Ja. Als de persoon ervoor kiest om geen gebruik te maken van dat recht, dan is het haar, dat is haar goed recht om te zeggen van ik maak er geen gebruik van. Maar wij adviseren mensen om wel gebruik te maken. Want simpelweg, als je niet eens bent met het beleid, dan moet je tegen het beleid gaan stemmen. Als je niet eens bent en je laat andere mensen stemmen, dan moet je je mond houden. Gewoon, dat is hoe ik erover denk. Ja, ja.
In het jaar 2019 hebben we in de Nationale Assemblee wijzigingen gehad, in vooral de kieswet. In hoeverre komt door deze wijzigingen het democratisch gehalte in voldoende mate tot uiting bij de kiezer? Nou, ik weet niet. Als je mag hebben over democratisch gehalte. Men heeft in 2010 een wijziging gepleegd in de kiesregeling. En de wet op politieke partijen heeft men ook gewijzigd, omdat men vond dat men een herdefiniëring moet gaan maken van het begrip politieke organisatie. Maar die herdefiniëring stond niet op zichzelf. Ik bedoel, je kan zeggen van het is maar een herdefiniëring, maar het was gewoon politiek ook. Het doel is gebleken dat jij uiteindelijk kwam op het punt dat er geen pre-electorale bundeling mogelijk was. En het resultaat ervan, politiek effect ervan, gaan we zien na 25. Kijk, opnieuw op het moment is het zo dat er een bundeling is geweest tussen partijen. Als stel je voor dat een van die partijen een zetel haalt, ja. En dan vraag je jezelf af waar er een bundeling is geweest. Ik hoef geen namen van partijen te gaan noemen, want dat is niet de bedoeling. Ja, ja. Maar iedereen weet dat er bundeling is geweest met tussen politieke partijen in bepaalde districten. Mm-hmm. De ene staat op de lijst van de andere. En dan gaan wij naar de verkiezingen. Dat ook is op Antomina van Suma Abasetel. Ja, ja. Dus het was spannend. Oké. Vanuit enkele hoeken is de afgelopen tijd ook de indruk gewekt als er sprake zou zijn van fraude bij de voorbereidingswerkzaamheden naar de verkiezingen toe. In hoeverre is er enige angst of fraude die gegrond is? Nou, ik heb geen angst. Er zijn mensen die wel angst hebben. En mensen die wel, ik zeg spoken, zien achter elke boom. Spoken zien bij dag. En mensen die beschuldiging uiten naar het adres van het organiserend orgaan. Maar als persoon, ik heb vanaf 1977 in Paramaribo lijsten gemaakt voor verkiezingen, heb opgeschoond. Ja. Ik heb gewerkt aan de verkiezingen van, met uitzondering van de verkiezingen van 96. En 2005 heb ik de leiding gehad met betrekking tot de opschoning. En dit keer weer. Ik heb geen vrees dat er gefraudeerd kan worden. En waarom heeft u die vrees niet? Ons systeem is van die aard gemaakt dat er niet gefraudeerd kan worden. Kijk, we hebben een vrij gesloten systeem. En je kan frauderen altijd. Waar er een wil is om dingen te doen, het zij ten goede of ten kwade, kan je altijd een weg vinden. Maar zoals de werkzaamheden nu gaan, heb ik niet de indruk dat er enige ruimte bestaat om te frauderen. Er worden een heleboel dingen gezegd. Ik heb ook een heleboel dingen gehoord. Ja. En wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om eigenlijk klaarheid te geven in het geheel. Ja. Als wij de ruimte hebben in het verhaal, in het gesprek, dan zal ik wel terugkomen op de dingen die ik zo allemaal heb gehoord en de dingen die ik ook zo allemaal heb gezien dat geschreven staat in officiële stukken. Bijvoorbeeld, er wordt beweerd dat er is een onderzoek geweest van een orgaan, ja. En men beweert dat bijvoorbeeld 12.000 kiezers op de kiezerslijst voorkomen die in het buitenland geboren zijn. Dat is inderdaad waar. Mm-hmm.
naar 12.189 mensen die in het buitenland geboren zijn op de kiezerslijst voorkomen. Maar mogen ze niet voorkomen als ze blijken Surinamers te zijn? Van deze 12.189 mensen bleken maar 5.000 te zijn genaturaliseerd. Dus 5.000 waren vreemdeling. Mm-hmm. Dus het is geen nieuwigheid. Een heleboel mensen zijn in Curaçao geboren. Vrienden van mij zijn ook daar geboren buiten. Want die mensen worden ook meegeteld bij deze 12.000 kiezers. En zo kan je verder doorgaan. Er wordt beweerd dat er mensen voorkomen op adressen. Ja. Dat er 50 mensen op een adres voorkomen. Als je met dat soort dingen zo zegt, dan gaan jouw haren direct reizen en zeggen van, mijn god, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar hoe zit het met dat punt? Het is inderdaad waar. Ja? Als men zegt dat er mensen voorkomen, veel mensen voorkomen op bepaalde adressen. Mm-hmm. Wij hebben een paar maanden geleden dat proberen te onderzoeken. Ik ben er toen van uitgegaan dat als er 10 kiesgerechten op 1 woonadres ingeschreven staat, dat er reden bestaat om dat te onderzoeken. Okay. Ik ben in het bestand gedoken en ik heb ontdekt dat er 2998 adressen voorkwamen. Waar mensen voorkwamen met meer dan 10 kiesgerechten. Oké. Okay. En dan zegt hij van, oh jee, als ik dat zou, als ik die 2998 adressen zou vermenigvuldigen met 10, dan zouden wij zitten op 29.000. En dan zeg je van, maar dat is toch iets om te onderzoeken. Mm-hmm. Dat was voordat de geruchten? Ja. Oké. Okay. Dat is 4 maanden geleden. Oké. Okay. Toen heb ik dat onderzocht. Ik heb gezegd van, laat me even gaan kijken hoeveel mensen daadwerkelijk op dat adres, op die adressen wonen, op die 2998 adressen. En dan bleken 65.000 mensen daar te wonen op die adressen. En ik zeg van, ik denk bij mezelf van, 65.000, het is bijna 20%, hè. Van, maar het zijn mensen die, als je kijkt naar het aantal, dan zeg je van 10 maal, dan zou er 10 maal, zeker 10 maal 2900 kiesgerechtigden daar zijn. Dus 29.000 tot 30.000 kiesgerechtigden zou dan op de adressen zijn. Mm-hmm. En van die 65.000 mensen, dan zou de rest wel kinderen moeten zijn. Of in ieder geval beneden 18 jaar. Ja. En dat hebben we onderzocht. We zijn het veld ingegaan. Mm-hmm. Wij hebben 42.000 van die 65.000 mensen kunnen tracen, kunnen onderzoeken, omdat niet op alle adressen was die indicatie die we hadden correct. Oké. Okay. Van die 32.000, van die 42.000, heb ik 32.000 mensen wel thuis aangetroffen. Die mensen hebben we gemarkeerd in het systeem om aan te geven dat zij wel daar wonen en wel onderzocht zijn. Dus het verschil wat ik niet heb kunnen aantreffen, dat is 10.000. Ja. Die 10.000 hebben wij aangegeven dat zij niet daar wonen. Dat hebben de mensen als feedback gegeven? Juist, mm-hmm. Dat zij, die mensen die wij daar hebben aangetroffen, hebben gezegd dat ze niet daar wonen. Maar ik kan niet op hun woord afgaan, maar het is wel een indicatie om te onderzoeken. We hebben gezegd van, die mensen wonen niet daar, dus gaan wij dat markeren in het systeem. Mm-hmm. Maar dat wat wij verder gaan doen, wij gaan die mensen deblokkeren of blokkeren in het systeem, zodanig dat wij ze geen diensten verstrekken. Totdat zij hun zaken hebben gekleerd. En van die 20.000 die dan rest, die zouden wij nog moeten onderzoeken, maar van tijd, wegens tijdgebrek hebben we dat niet kunnen doen. Maar ik moet u zeggen dat die 20.000, die zijn mensen die waarvan die wonen in gestichten, in tehuizen en
enzovoorts. En van mensen die wonen in dorpen, mm-hmm. die als één woonadres door het systeem wordt gezien. Mm-hmm. En ik moet u zeggen dat wij hebben gezegd van, we zeggen niet dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar dat wij wel dat systeem in kaart hebben en onderzoeken. Dat is één. Mm-hmm. Dat is ten aanzien van de adressen. Ja. Er worden ook een heleboel dingen beweerd met betrekking tot onze kiezerslijst. Mm-hmm. Er worden door officiële instantie gezegd dat er 25.000 mensen zijn bijgekomen. Ja, er wordt beweerd dat bijvoorbeeld, ik heb een schrijver hier waar er beweerd wordt dat in sommige gevallen er meer dan 50 mensen wonen op een adres. Dat heb ik net proberen te clearen. Ja. Er zijn 25.000 mensen bijgekomen, zegt men. We hebben het inactief deel, ik weet niet als het u iets zegt, inactief deel van het centraal bevolkings geautomatiseerd bestand hebben wij zitten mixen. Gelooft u mij, ik heb niet de indruk, ik vrees dat de mensen niet weten waarover ze praten. En wanneer je doet alsof jij deskundig bent en je gaat dingen zeggen, dan ga je mensen misleiden. Is er een spanningsveld tussen de autoriteiten onderling? Want als u zo verwijst, dan proef ik een spanning. Kijk, als ik zou beweren dat er geen spanning is, dan zou u mij betrappen op een verifieerbare leugen. Hè? Omdat er wordt geklaagd, constant geklaagd vanuit een richting. Dus dat betekent dat er spanning is. Als ik een schrijver ontvang waarbij er 13 punten wordt aangehaald, mm-hmm. waarbij men vindt dat het verschil in de kiezerslijsten zo hemelsbreed is, en daar kom ik op terug, zo hemelsbreed is, en dat men vindt dat men geen kiezerslijsten geeft aan politieke organisatie. En ik had net over een verifieerbare leugen. Dat zijn verifieerbare leugens. Mm. Dat wij geen kiezerslijsten geven aan politieke organisatie. Ik daag alle politieke organisatie uit om dat te beweren. We hebben meer dan één keer in de afgelopen tijd hebben wij met cd's, met sticks mm-hmm. hebben wij de politieke organisatie geprobeerd te geven wat zij hebben. Ik heb altijd tegen ze gezegd, mijn deur is open. En elke politieke organisatie wist waar zij terecht moesten om kiezerslijsten te halen. Dus het verhaal klopt niet. Mm-hmm. Maar verder is het aangegeven dat wij verkeerde bestanden gebruiken. Gelooft u mevrouw, ik heb de indruk dat mensen echt wel niet weten waarover ze praten en ze zitten maar op te hitsen. Kijkt u, ik heb hier, of laat mij u een voorbeeld geven hoe wij komen tot onze kiezerslijsten. Ja. In 2010 ga ik u even een paar cijfers geven. 2010 was het aantal kiezers was 323.000. Mm-hmm. Ik ga niet exact aan, maar 323.000. En we hebben gezegd van, statistisch bekeken is er altijd een groei van 1,7%. Okay. 1,7% van 323.000 is 27.534. Als je het optelt, wordt het 351.000. Mm-hmm. Maar wij hadden toen als CBB een bestand van 353.000. Dus we hadden een teveel, mm-hmm. altijd een teveel van 2.000. Ja. Op basis van de statistische informatie die wij hebben. Wij hebben in 2015
hadden we een bestand van 353.000. Als je extrapoleert met 1,7%, ja, dan is de groei 30.000. Ik bedoel, er moet altijd een groei zijn, anders bestaat er geen dynamisch ding binnen het geheel. En toen hebben wij, we hebben een gecumuleerde groei, mm-hmm, van 30.000. En ons bestand zou zijn, het was 353.000, als je die 30.000 bijtelt bij 353.000, het wordt toch 383.000. Ja. Het is 383.069. Wij hebben op dit moment een bestand van 383.333. Dus we hebben een bestand van 200 zoveel, het verschil van 200 zoveel. En dan vindt men dat je fraudeert. Als je van tevoren al 10 jaar geleden, 2010, hebben we dat kunnen projecteren. En ik projecteer dat nu voor u, voor de verkiezingen. Ik zeg van, dat had het moeten zijn. En als ik een kiezerslijst uitdraai, blijkt wij nu te zijn op 383.333. Dan ga ik u aangeven wat men vindt dat er geknoeid is. Men vindt dat er Haitianen en Cubanen, mm-hmm, en Venezuelanen zijn gezet op de lijst. Gelooft u mij, ik heb een uitdraai gemaakt hier om aan te geven hoeveel mensen genaturaliseerd zijn, hoeveel Guyanezen genaturaliseerd zijn in 2000, in de afgelopen jaren. Ja. Hebben wij 5 Venezuelanen, 5 Cubanen en 201 Haitianen. Mm-hmm. Ik weet niet waar wij die mensen van moeten zetten. Nu is het zo dat ik terugkom op dat ding wat men vindt. Men vindt dat wij op dit moment hebben wij zijn de verkiezingen, de til. Een til is de ter inzagelegging. Ja. We hebben een officiële ter inzagelegging gehad in 2000, tot 15 maart, ja, hebben we een officiële ter inzagelegging. Het heeft een maand geduurd. Vanaf februari zijn we begonnen. Ik dacht 10 of 15 februari. En we zijn beëindigd op 15 maart. Toen wij de ter inzagelegging, mm-hmm, ingingen, hadden wij een bestand van 383.534. Ja. Houdt u dat goed vast? Mm-hmm. 383.534 hadden wij. En toen wij de til hadden beëindigd, mm-hmm, hadden we een bestand van 383.333. Dat betekent dat ik een negatieve saldo had. Een temin had van 201 inwoners, kiezers. En dan beweert men dat wij hebben gefraudeerd. Ik ga u aangeven hoe dat is gekomen dat wij een termijn hadden. Mm-hmm. Wij hebben in die periode, in februari, maart, tot 15 maart, hebben wij mensen die naar het buitenland zijn vertrokken, hebben we afgevoerd. In die ene maand 8 mensen. Mensen die wij hebben gedeactiveerd vanwege het feit dat we vonden dat ze niet in Suriname wonen, 23. En mensen die overleden zijn, niet in die periode, maar waarvan bekend werd bij de ter inzagelegging dat er tussen dood zijn, 551, mm-hmm, hebben we afgevoerd. We hebben mensen afgevoerd, 24, die een
die een vriendennationaliteit bleken te hebben. We hebben mensen afgevoerd die in het buitenland een paspoort hebben aangevraagd, 117. Mm-hmm. En we hebben 2 mensen afgevoerd die een PSA hadden. Totaal 625 mm-hmm. mensen. Verder hebben we mensen afgevoerd op instructie van justitie en politie. Je weet, elke verkiezing krijg je een lijst van justitie en politie van mensen die in detentie zijn enzovoorts. Ja. En dat, we hebben een lijst van justitie gehad van 328. Mm-hmm. En we krijgen ook lijsten van volksgezondheid van mensen die niet zo goed bij hoofd zijn en die officieel als krankzinnig worden aangegeven van 150 mensen. Totaal mm-hmm. zijn er 1103 mensen afgevoerd. En daartegenover hebben wij 902 mensen opgenomen. Dus het verschil is gebleken 201 te zijn. Nu is het mijn vraag. Waar heb ik die mensen vandaan? Waar heb ik die mensen, die 25.000 mensen die bij zijn bijgekomen, waar heb ik ze gezet? Ja? Ja. Kijkt u, als ik u aangeef dat de tel aangeeft, de ter inzagelegging, mm-hmm. aangeeft dat er 1000 mensen zijn minder in Paramaribo. Na de tel zijn het gebleken dat er 1000 mensen minder waren in Paramaribo. Vanwege de overlijdensgevallen en al die mensen. En er zijn 70 mensen minder in Wanica. Dus ik weet niet waar wij de Haitianen moeten zetten waarvan men vindt dat wij ze hebben genaturaliseerd. Dus om kort te zijn, mevrouw, het verhaal van Haitianen en Cubanen en Venezuelanen moet ik verwijzen naar het Rijk der Fabelen. Het is niet waar. Mm-hmm. En het is jammer dat dit verhaal wordt ondersteund door ter zake mensen die geacht worden het beter te weten. Ja. Maar in ieder geval, wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat wij een goede verkiezing hebben. Ja. En verder zijn er een paar dingen aangehaald. Dat mensen, laten we zeggen, ID-kaarten hebben. Dat vreemdelingen ID-kaarten hebben. Ik moet gewoon zeggen dat het niet waar is. Ja. Ik zou niet durven zweren dat geen enkel vreemdeling een ID-kaart heeft van een Surinamer. Ik bedoel, dan ben ik een dwaas, toch? Mm-hmm. Ik kan niet staan voor iemand. Als iemand een gefraudeerd heeft en een ID-kaart heeft gemaakt, dan kan ik zeggen, het kan niet. Waar ik kan beweren en vasthouden is dat wij zijn bezig op een bepaalde manier die fraude minimaliseert. Dus laten we hopen dat wij in de komende dagen een rustige vaart hebben, ja. Zodanig dat wij in 25 mei, zoals wij gewend zijn, ja, goede verkiezing kunnen hebben. Ja. Om even terug te komen op hetgeen u zei, de 10.000 mensen die in het systeem geblokkeerd zijn, wat gebeurt precies met die mensen? U zei ze moeten hun zaken in orde maken, kunnen ja. die mensen stemmen? Wat is precies ze de procedure? Ze gaan kunnen stemmen. En ik heb mensen gehad op CBB. Mm-hmm. De afgelopen dagen, ik heb ze uitgelegd. En die mensen gaan misschien niet helemaal tevreden, maar niet ontevreden weg wanneer ik ze uitleg van uw zaak is bij ons bekend. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld komt en je beweert dat iemand op jouw adres ingeschreven staat, dan moet jij bewijzen dat jij de rechtmatige huurder bent of de rechtmatige eigenaar bent. Als je dat kan bewijzen, ja. dan gaan wij vastleggen wat u beweert heeft. U beweert dat die persoon daar niet woont, dan leggen we vast in het systeem dat die persoon daar niet woont. Mm-hmm. Omdat wij
We kunnen de persoon nergens anders gaan zoeken als ze blijkt daar niet te wonen. Dus we leggen vast dat hij daar niet woont. En als de persoon zich meldt op CBB, dan zal hij moeten komen verklaren. Als hij zich niet meldt, wordt hij na een jaar. Want kijk, je hebt het recht om iemand af te schrijven wanneer blijkt dat de persoon langer dan een jaar is vertrokken zonder een bekende woonplaats. Dus wij zeggen van, het jaar gaat nu in. Dan, want wanneer wij nu, ik zie een officiële schrijver dat men vindt van, mensen zijn geweest als CBB en wij hebben beweerd dat wij pas voor na de verkiezingen iets kunnen doen. We kunnen inderdaad een jaar na de verkiezingen iets doen. Omdat we mogen de mensen niet afvoeren. Je hebt dat recht niet. De mensen kunnen. Met recht kan iemand beweren dat hij, dat ik de rechtmatige eigenaar ben. De persoon kan het bewijzen. Ja. Maar dat geeft de persoon niet het recht om de persoon, om die man die in het systeem is, af te voeren. Dat gaan we niet doen. We gaan doen wat de wet ons, de ruimte die de wet ons geeft, we gaan de mensen blokkeren. En als we ze geblokkeerd hebben, dan komen ze aan het loket. Waar ze ook verschijnen aan het loket, gaat duidelijk zijn, deze persoon is geblokkeerd. U gaat uw adres moeten komen wijzigen. Oké. Ja. Dus geen gevolgen voor de mensen die moeten gaan stemmen? Nee, nee. Wat er gaat gebeuren, en dat is wat je nu krijgt, dat er beweerd wordt dat mensen zijn geweest op adressen waar anderen niet wonen. Het is inderdaad zo. Dat mensen, ik heb tegen de mensen gezegd die bij mij geweest zijn om te klagen. Wij gaan vastleggen wat u beweert heeft, maar dat gaat de organisatie niet kunnen beletten om te komen kijken weer met die ID-kaart, met die oproepingskaart van. En dat het enige wat u moet aangeven is dat de persoon daar niet woont. U moet niet boos worden, want als boos worden gaat u niet helpen. Nee. Ja. Gewoon aangeven dat de persoon daar niet woont. Het wordt weer vastgelegd. Na de verkiezing gaan wij, zoals wij gewend zijn, vaststellen wie geen oproepingskaart heeft gehad. En dan wordt het in het systeem niet geblokkeerd. Want dit keer gaan we misschien over dat blokkeren. Omdat zolang jij niet komt om aan te geven waarom jij geen oproepingskaart hebt gehad, gaan we je niet helpen. Ja. Dat is wat wij gaan inbrengen. De mensen die geen oproepingskaart thuis hebben ontvangen, worden die oproepingskaarten naar de stembureaus gebracht en kunnen de mensen zich daar gewoon aanmelden? Ten eerste worden die oproepingskaarten gebracht naar het commissariaat. Vanaf de 15e zijn ze gebracht naar het commissariaat. Dus vanaf 15, of nee 16, had men de gelegenheid om tot 24 zich te vervoegen bij het commissariaat om hun kaarten op te halen. Okay. Op de dag van de verkiezing zullen die kaarten worden gebracht op de stembureaus, zodat men daar zo'n stemoproepingskaart kan halen bij de voorzitter van het stembureau. Maar dan moet men wel weten waar men moet stemmen. Nou, we gaan ervan uit dat men dat weet. En als men dat niet weet, zou men dat kunnen horen vanuit het commissariaat. Het commissariaat heeft een lijst per stembureau of per district waarin wordt aangegeven op welk stemlocatie betrokkenen wordt verwacht. Oké. Ik heb nog een vraag uit het voorgaande wat u zei. Er is eigenlijk geconstateerd dat er een aantal mensen op hetzelfde adres wonen. Na onderzoek is gebleken dat het om niet die 10 gaat welke in mind was, maar dat het om meer dan 10 gaat. Ja. Had dit niet vooraf voorzien kunnen worden? Dat is waar. Dat is een vraag die men mij heeft gesteld ook bij een inder interview. Maar had CBB dat niet vooraf kunnen voorzien? Wij hebben dat in de vorige verkiezingen niet voorzien. Maar wij hebben dat een paar maanden geleden
heb ik toen gezegd van, hey, kunnen wij niet even gaan kijken als er in die overcrowd situatie wat wij kunnen doen. Mm-hmm. En dan zei ik van, dan is het onze schuld, maar wij werden ook gecontroleerd door het OKB. Dus het OKB kan ook dezelfde verwijt worden gegeven. Maar u zult niet mij, u zult mij niet horen zeggen dat zij het hadden moeten zien. U stelt die vraag aan mij. Nee. Wij hadden het inderdaad moeten kunnen voorzien vanwege onze expertise, onze kennis. Ja. Dan kunt u zeggen van, maar meneer Paal, u had dat kunnen voorzien. Dan zeg ik van mea culpa, ja, maxima culpa. Oké. Al de verwijten rondom de verkiezingorganisatie en het verkondigen van onwaarheden en beschuldigingen over en weer, is dat een nieuwigheid rondom de verkiezingen? Het is geen nieuwigheid. En het is geen nieuwigheid van mensen die dat verkondigen. Ja. Ik ga u een ding vertellen. We hebben in 2010 mm-hmm. hadden wij een aantal van ongeveer boven de 30.000, waarvan ze geen overwinningskaarten hadden, waar ik het nu net over heb, hebben we vastgelegd. En toen vond het OKB, laten we dat gewoon zeggen, dat wij die mensen moesten afvoeren. Ik heb gezegd, nee, we gaan die mensen niet afvoeren. Na de verkiezingen van 2015 mm-hmm. bleken die mensen, na een onderzoek, bleken die mensen, die 30.000 mensen die we hadden moeten afvoeren, bleken 25.000 van ze wel te hebben gestemd in 2015. Als ik ze had afgevoerd, had ik die mensen ten onrechte afgevoerd. Ja. Nadat wij dat bekend hadden gemaakt, gedeeld, die informatie gedeeld hebben met de mensen die beweerden dat wij de mensen moesten afvoeren, krijg je niet een gevoel. Heeft u nu het gevoel dat iemand zou moeten zeggen, sorry, nada. Ja? Ja. Wij hebben en wij gaan weer vastleggen wie geen oproepingskaart heeft gehad. En dan gaan we dezelfde weg opgaan. En misschien gaan wij dit keer overgaan tot het blokkeren van deze mensen, want we kunnen ze niet afvoeren. Sommige mensen willen gewoon geen kaart hebben. Mm-hmm. Maar we gaan het blokkeren totdat zij een keertje komen op CBB om zaken te doen. Om met ons te dealen, om te delen hun bezorgdheid of hun dingen. Dan gaan we op die manier doen. Ja. Maar wij gaan ons niet laten dwingen om mensen af te voeren op basis van het feit dat men vindt dat zij niet gestemd hebben. Ja, ja. Hoe denkt u dat de kiezer met al deze reus omgaat of zal moeten omgaan? Wij creëren onnodig wantrouwen, we creëren onnodig spanning. We creëren onnodige wantrouwen naar het CBB toe. CBB verdient het niet dat zij op deze manier gewantrouwd worden. En Suriname verdient het niet. Want wat men probeert te doen is het gevoel te wekken alsof er een stelletje bandieten zijn die bezig zijn met het maken van de kiezerslijsten. Ja. Dat is geen goed ding. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat wij in de afgelopen dat wij een systeem uitgeven waar mensen top tegen zou kunnen opkijken. Men Suriname heeft een goede naam met het organiseren van, we gaan niet toestaan dat mensen dat te grabbel gooien. Daar komen we precies op. Suriname staat bekend om eerlijke en transparante verkiezingen. Bent u er overtuigd van dat we ook dit keer nauwkeurige verkiezingen zullen organiseren? Jawel. Alleen wordt het moeilijker met al het ruis. Wordt het moeilijker met al die verdenkingen. Het wordt moeilijker met, er wordt, een simpel ding, er wordt beweerd bijvoorbeeld, en dat is een ding waar ik terug moet komen, er wordt beweerd dat CBB, de Ronnie Brunswijk is het gezegd, ja. Dat er foto gemaakt is, mm-hmm. dat mensen
van CBB had overgenomen bij het uitprinten van kiezen, van die kaarten. Misschien heeft u dat verhaal gehoord. Ja, ik hoorde dat in de media. Maar dat is niet waar. Ik was daar. Ik was daar. En mijn kamer is naast de ruimte waar er geprint werd. Ga je vertellen wat er gebeurd is. Mm-hmm. Wij waren daar bezig kaarten uit te printen voor Paramaribo. Ja. En de mensen van Paramaribo waren, een paar mensen waren daar en die zegden van meneer Paul of dames en heren, het is de wijze waarop er gedaan wordt. We printen uit en dan corrigeren, dan controleren wij. Mm-hmm. En daarna mag de districtcommissaris en zijn mensen weer controleren als het oké is, dan mogen ze het meenemen. Mm-hmm. Op een gegeven moment werd er door de focal point gezegd van, maar is het, zou het niet beter zijn? Want zo gaat dat ding lang duren. Zou het niet beter zijn dat we het gewoon in één keer doen? Mm-hmm. Wij controleren ook tegelijkertijd. Ik zeg, nou, het makes sense. Weet je wat we gaan doen dan? Dan moet je je mensen hier laten komen. Dan kunnen wij gezamenlijk één keer controleren. Dan is het opgehouden. Dan hoef je niet twee keren te doen. Ja, ja. Doel. En die mensen... Efficiëntie. Die mensen... Ze waren met een heleboel mensen, waarschijnlijk overtollige mensen, dachten dat ze dachten. En uiteindelijk moesten wij ruimte maken, buiten een ruimte. Buiten de ruimte waar wij tellen, moeten wij de kamer naast opengooien, zodat de mensen ook daar hun werk kunnen doen. Mm-hmm. Dat is wat gebeurd is. Op grond van efficiëntie hebben we gezegd van, dan komt de commissaris met zijn mensen, dan kunnen wij in één keer samen met de mensen van CBB dat doen. Er wordt een zodanig ruis, een zodanig ding gegeven aan de zaak. Hoe wij mensen hebben toegestaan om over te nemen. De mensen van CBB moesten buiten wachten. Men weet. Misschien zouden die mensen van CBB inderdaad buiten kunnen worden gezet, maar ik denk niet dat men mij buiten zou kunnen zetten. Dus dat verhaal, als men weet dat ik daar toen de leiding had, zou men moeten weten dat het niet waar is. Ja. We hebben het allemaal gehoord. Het is heel nauwkeurig uitgelegd. Tot slot, heeft u nog een boodschap voor de kiezers en of de kandidaten die meedingen aan een positie op bestuurlijk en of administratief niveau? Nou, ik kan zeggen, de kiezers, zou ik zeggen, van voor zover het mogelijk is, het u mogelijk is en je het mogelijk acht, probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van je stemrecht. En tegen de kandidaten zeg ik succes, may the best man or the best woman win. Ja. Dat is wat ik ze toewens. Ik ben zelf ook in de politiek, dus anders zou ik mijn partij moeten toewensen, maar dat doen we niet. Hè? Ja. Wij hebben gezegd van may the best man or the best woman win. En dat wij na 25 elkaar gewoon recht in de ogen kunnen zeggen van gefeliciteerd of een andere keer beter je best. Ja. Laten we hopen dat wij geen gedonder krijgen dat CBB en Binnenlandse Zaken na 25 mei kan zeggen van we did the job, ondanks alles. Ja. Ja. Met deze inspirerende woorden van meneer Paul zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond om 8 uur. Heeft u deze aflevering gemist of wilt u het in alle rust bekijken, dan kan het altijd vanuit de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht. Blijft u vooral GovTV volgen. Goedenavond. Opinie.